SBM kende vorig jaar een vrij moeizaam verloop, maar wist de afgelopen maanden de stijgende lijn vanaf de bodem in 2009 weer te hervatten. Het fonds is op jacht gegaan op de top van 2008 die op €26,77 ligt. De top van 2007 ligt evenwel dik boven €30. SBM heeft derhalve voldoende ruimte en is op de goede weg. Begin april heeft het aandeel een meerjarig recordniveau bereikt. Even boven €17 heeft het aandeel de afgelopen maanden steun gevonden. Het dividendrendement bedraagt circa 2,5%, terwijl de return on equity op 12,4% uitkomt voor het AEX-fonds. De rentabiliteit van het eigen vermogen geeft de winstgevendheid aan van de onderneming. De bewegelijkheid van SBM is met een 90-daags volatiliteit van 25,5 niet gering. De geest lijkt uit de fles, want SBM wist de afgelopen maanden de sterk stijgende lijn met kracht te continueren. Abonnees van de topportefeuille die het aandeel hebben gekocht, hebben inmiddels een fraaie koerswinst van circa 10%. De topindicator signaleert eenmaal per maand de meest kansrijke aandelen en geeft tevens aan of de portefeuille uit het oogpunt van risicobeperking moet worden afgedekt. Zolang de topindicator op kopen staat, handhaven wij SBM in onze portefeuille. Kijk voor meer informatie op www.beursbulletin.nl.